Wist je dat er zo'n 300 miljoen kilo honing geïmporteerd wordt per jaar in ons land? Vandaag gaan wij langs bij het familiebedrijf Bijenhof, een imkerij die een passie heeft voor de wereld van de bijtjes. Bijenhof is een zaak dat mijn vader overgenomen heeft in het jaar 72. Ik ben er in 82 in gekomen en in 283 zijn we dan begonnen ook met honing. Dat is gegroeid dus van een paar honderd kilo tot een paar miljoen kilo per jaar. Dus ik denk dat we toch zeker dikke 3 miljoen gepasseerd zijn. Wij importeren wereldwijd honing uit diverse landen. Dus wat gebeurt er met die honing? Die wordt hier gefilterd. Wordt hier, het zij, op temperatuur gehouden op 20 graden om gemakkelijk vloeibaar te vullen. En als het voor crème honing is, wordt die honing ook gefilterd en dan gekoeld tot een zekere temperatuur. En dan wordt dat dan in crème honing van gemaakt. Wij doen alles dat u nodig heeft om te imkeren. Dus van A tot Z. Dus alles is hier te vinden. We hebben een van de grootste bedrijven, zijn wij in de Benelux, of ik ga zeggen ook in Europa, die alles aanbiedt. Zowel de machines die hier ook gemaakt worden om uit te slingeren, de bijenkasten, de beschermkledij, van A tot Z. Bijenhof wil altijd verder groeien, dus we zitten hier ongeveer nu op 16.000 vierkante meter. En de plannen zijn om nog 3.500 meter bij te zetten. En dan nog een groot gedeelte dat we nog hebben, die al een tijdje die in slechte staat staat, ook nog te vernieuwen. Dat is de toekomst voor deze 3 jaar toch.